Goedenavond allemaal. Ik ben Hans Schenk van het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten En ik zal de komende kwartier, 20 minuten, even iets vertellen over energiezuinige koeling op um, witloofbedrijven en um, champignonbedrijven. En dan voornamelijk op de bewaring. Kijk, dit hier. Dus ik zal twee delen behandelen: enerzijds energie besparen en anderzijds energie inzetten, omdat we op de twee manieren eigenlijk kunnen geld besparen. En ik begin met uh, energie besparen. Ik heb um, om te beginnen eens bij elkaar gezet waar dan nu juist in de bewaring de verschillende uh, kosten aan energie gaan inzitten. En dat heb ik uitgedrukt in de Koelast cool uh, per post. Dus wat je hier ziet in die. Uh, ik weet niet of die pointer zichtbaar is als ik daar Dus wat je hier ziet, is um, een verschillende hoogtes van balkjes. En je ziet dus dat bijvoorbeeld de witlofwortels veel meer koelast cool nodig hebben dan bijvoorbeeld de witte kool. Dus. Daar heb je meer energie voor nodig om dat te koelen dan uh, witte kool. En champignons die zitten daar ergens tussenin. En hier witloof, dat, uh, dat is de koeling van de witloofkroppen. En dat verschil tussen die verschillende uh, energiebehoeftes, dat heeft voornamelijk te maken met de hoogte van de blauwe delen in die balken. En die blauwe delen, dat is de ademhalingswarmte van het product zelf. Dus uh, een witloofwortel of een krop. Uh, van witloof of een champignon, die produceren zelf warmte. En die warmte die moet je proberen weg te koelen met je koeling. En dat is voor het ene product veel meer dan voor het andere. Dus een witloofwortel is wat ze zeggen, veel actiever, produceert veel meer warmte dan een witte kool, die relatief rustig is in de bewaring en niet zoveel warmte produceert. En dat zijn dus die verschillen in die uh, blauwe balken. Een tweede wat je ziet in die grafieken is dan dat rode deeltje. Dat rode deeltje, dat zijn de uh, isolatieverliezen. Nu, deze grafieken die zijn gemaakt voor gemiddelde koelcellen die we een aantal jaren geleden hebben um, uh, bekeken. En dat is een gemiddelde van de veilingkoelcellen. En dat zijn nu niet de allerslechtste koelcellen. Dus dat zijn koelcellen met een redelijk goed geïsoleerde wand, dus dat moet je wel een beetje in je achterhoofd houden. Um, wat dan nog opvalt, is dat er hier een redelijk massieve blauwe uh, of paarse balk nog boven zit. En dat zijn de ventilatoren. En er is hierbij uitgegaan dat die ventilatoren continu draaien. Dus als die continu draaien, dan is dat een hele hap in je koelast. En dan is er nog een beetje luchtverversing en nog wat manipulatie, maar dat is eigenlijk minimaal. Nu wilt hij dat zo niet meer doen. Nu, ik heb een aantal scenario's doorgerekend om te kijken wat er gebeurt als je nu uh, iets verandert in je uh, instellingen. Als je denkt van ik ga proberen te besparen op zo of zo'n manier. Wat als je nu bijvoorbeeld de bewaartemperatuur gaat verhogen? Want dat is zo'n idee dat er bij mensen leeft. Als ik mijn product ga bewaren op een paar graden hoger dan ga ik energie besparen. Um, dus hier, wat je hier nu ziet in deze uh, grafiek, is de, um, opnieuw die koellast voor champions bewaard bij 0 graden, champignons bij 2 graden, witlof bij 4, bij 6, en dan die witlofwortels bij min 2 en bij 0. Dus telkens een verschil van 2 graden Celsius. En Wat je dan ziet, wat opvalt, is dat uh, bewaring op die 2 graden hoger, die balk is telkens hoger. Dus het kost telkens meer energie om te bewaren op een iets hogere temperatuur. Dat heeft te maken met die ademhalingswarmte, die grote blauwe balk hieronder. Een product wat iets hoger in temperatuur is van zichzelf, is actiever en produceert dus meer warmte. Een witlofwortel die 2 graden warmer is. Produceert 10 tot 20 procent meer warmte. En dat is wat je hier in deze uh, grafiek dus ziet. Dat is, dat is zo voor lange bewaring. Gaat dat helemaal op. Als je natuurlijk iets hebt wat je vandaag in een koelcel zet en morgen er weer gaat ze uithalen om te verkopen, ja, dan heb je vooral veldwarmte wat je moet wegkoelen. Dus dan breng je bijvoorbeeld. Witlofkroppen binnen, die 16 graden zijn, die juist uit de forserie komen. En die koelt je dan in tot 5 of tot 3 graden. Dan heb je vooral inkoelkost. En dan speelt dit verhaal veel minder. Maar gaat je die witlofkroppen drie weken bewaren, dan gaat het verhaal van hier veel meer spelen. Dus dit hier is vooral een verhaal van. De lange bewaring, niet zozeer van de inkoeling. Want daar gaat dat verhaal niet zo fel op. Daar is vooral het temperatuurverschil tussen wat je hebt bij het binnenkomen en wat je wilt bereiken als ze ingekoeld zijn. Dat verschil moet dan zo klein mogelijk zijn. Hè? Dus dat is, uw bewaartemperatuur verhogen is niet altijd een quick win, zeker niet voor de lange bewaring. Dus bewaren op lage temperatuur is beter. En uh, zeker goed voor de kwaliteit. Voor de korte bewaring kan het zijn dat het interessant is bijvoorbeeld voor een transit van um, een temperatuur wel 1 of 2 graden te verhogen. Ik zei juist al, hè, witlofwortels die iets hoger in temperatuur bewaard worden die uh, produceren veel meer warmte. Dat is wat je hier ziet. We hebben die test in het verleden gedaan. Hier zie je nu potten met uh, peren in. Maar we hebben datzelfde uh, gedaan met witlofwortels. Dus dan steken we die witlofwortels in zo'n pot. We sluiten dat luchtdicht af. En dan gaan we um, kijken hoeveel CO2 dat die produceren. Dus hoeveel dat die ademen per uur. En dat is hier voor wortels van flexin gedaan. Dus we zijn gaan... Kijken hoeveel CO2 dat die in 180 minuten hebben uh, geproduceerd. En de groene lijn is de lijn bij um, 2,5 graden Celsius. En de. Um... Ach, nu moet ik even goed nadenken. De, de groene lijn is min 2,5 graden Celsius. En de blauwe lijn is de lijn van plus 1,6 graden Celsius. Dat waren nu juist temperaturen die we hadden in uh, VCWT op dat moment. Dus je ziet dat daar een serieus verschil in CO2-productie is. En CO2-productie, daar is ademhaling. En ademhaling, daar komt die warmte bij vrij. Dus dat is eigenlijk recht evenredig met elkaar. Vandaar dus die um, verschillen in die warmte-last, um, die koelast warmtelas, die, die je daar hebt. Dan, um, wat als je de isolatie aanpast. Dus ik zei al, uh, dat waren goed geïsoleerde koelcellen waar dus die isolatie uh, een, klei, een, isolatieverlies een klein deel van de totale koellast uh, inhield. En ik heb eens berekend met een uh, isolatieverlies wat 20% minder was dan hetgeen het al was. Maar het was dus al niet zo heel groot. En dan zie je dat je daar Natuurlijk, uh, die balk die wordt dan 20% kleiner, maar op die, uh, het geheel van die koelast is dat eigenlijk beperkt. Dus de winsten die je kunt halen bij een goede koelcel, met een, um, een isolatie 20% te verbeteren, is niet zo gigantisch groot. Natuurlijk, als je een oud koelcelketen hebt met uh, een deur die niet meer goed sluit, dan uh, is dat een... Uh, een beetje een ander verhaal. Wat als je je, isolatie, als je je ventilatie gaat aanpassen? Want die ventilatie, dat zijn die grote paarse balken hierboven. Als je aan het inkoelen bent, dan is ventilatie heel belangrijk, want je moet koude lucht overal uh, goed krijgen. Als je, als je product ingekoeld is en je moet op temperatuur houden, dan kan de ventilatie dikwijls... Gereduceerd worden. Want ventilatoren zijn uh, energieslurpers. Ze gebruiken veel energie en ze produceren ook nog eens warmte, die je dan ook nog eens moet gaan wegkoelen. Dus dat is twee keer dat je daar energie aan het verbruiken zit. Dus in deze situatie hebben we telkens de uh, ventilatoren op 50% uh, laten draaien. En dan zie je dat daar inderdaad serieuze uh, winsten mee kunnen gehaald worden: van gaat ja, tot 15 à 20 procent energiewinst. Belangrijk is hier dat je wel de temperatuur in de koelcel in het oog houdt en dat die homogeen blijft. Zolang die homogeen is, kun je in principe de ventilatie laten dalen. Van het moment dat je ziet dat er twee, de koudste en de warmste plek niet meer te fel gaat verschillen, moet je de ventilatie terug verhogen. Dan um, heb ik nog een stukje over het energie, de energie-efficiënt inzetten. En dat gaat voornamelijk over stapeling, omdat als je aan het koelen bent, is de bedoeling dat je product wordt gekoeld en niet zozeer dat de lucht wordt gekoeld. Dus het is een zaak van de koude lucht in je champignons of in uw witlofwortels of witlofkroppen te krijgen. Um, daarvoor hebben we altijd gewerkt met een, um, een voorbeeldcel. Hier ziet je ze van um, 70 ton witlofwortels met een uh, ventilator of een verdamper achteraan. En er zijn 120 bloks die erin staan. En als zo'n uh, uh, verdamper begint te draaien, dan begint daar koude lucht uit te blazen. Die wordt uh, naar voren geblazen in de frigo. En die wordt. Door die uh, ploksen naar achter weer getrokken en achteraan aan de verdamper weer aangezogen. Dus je ziet hier ook hier in de doorsnee hoe dat die lucht um, een beetje rondcirkelt. Dus hier heb je. Um, rood is heel snelle lucht, dus hier komt heel snelle lucht uit. Hier heb je wat turbulentie, wat cir circulering van de lucht. Maar het is dus de bedoeling dat die door die kisten heen gaat. Om te koelen. Komt daar niks door die kisten, dan wordt daar ook niks gekoeld. Dan gaat hier alleen bovenaan lucht gekoeld worden. En dan zit je eigenlijk zeer inefficiënt bezig. Typisch heb je een hotspot in zo'n koelcel onder het koelelement en in het midden van de stapel, want dat is de moeilijkste plek om te bereiken. En altijd is uw gemiddelde temperatuur hoger dan een insteltemperatuur. Dus u stelt in op min 1,8, maar gemiddeld is uw temperatuur misschien min 1,3 of min 1,4. En er zijn altijd meer schommelingen aan de buitenkanten van uw stapels dan binnenin. Dus als je gaat streven naar een hele koude binnenkant, dan gaat je moeten opletten dat je buitenkant niet bevroren is. Zoals ik juist al zei, efficiënt koelen is product koelen en niet lucht koelen. Dus je moet zien dat al het product gekoeld wordt. Dus dat je niet te veel van die kortsluitroutes hebt waar de lucht begint rond te cirkelen. En uh, dat geldt even goed als je gaat ontdooien. Dan ook moet je zorgen dat de warme lucht, want dan is het warme lucht die je gaat rondblazen, uh, dat die ook overal geraakt, maar vooral dus in de kisten. Ik ga nu een aantal stapelingen uh, laten zien om um, dat een beetje te illustreren. Uh, wat je hier ziet is een uh, zijdelinkse doorsnede van een, uh, een koelcel. De deur staat hier aan deze kant links en de verdamper zit hier aan de tegenovergestelde um, kant van de deur. De lucht die komt, koude lucht komt uit de verdamper en wordt naar voren geblazen. En gaat zo terug uh, door de paloxen of paletspleten, uh, terug naar achter gezogen worden en terug naar boven. De meeste koeling ja, die uh, ontstaat doordat er warme lucht uit die paletten of uit die paloxen opstijgt tot in de paletspleet hierboven. En dan door de koude lucht meegezogen wordt naar achteren. Er gaat niet zo heel veel lucht door de palet zelf of door de ploks zelf, want die is bijna een witloofbox, uh, is daar redelijk uh, gesloten. Het moet bijna allemaal door die spleten gaan. Dus die spleten die moeten goed open zijn. Daar moet je kunnen doorkijken. Als je vooraan staat, moet je tot van achteren kunnen kijken. En dat moet niet dus in hoopjes. Uh, gestapeld zijn erop, dus dat moet uh, goed open zijn en dus die bloksen en die kisten moeten allemaal even hoog zijn. Want als die in één rij naar of in één rij naar van achter niet allemaal dezelfde hoogte hebben, dan gaat de ene kist de uh, doorstroming verhinderen voor de andere kist. Dan heb je hier uh, opstropping. In de uh, andere richting, in het vooraanzicht, heb je normaal gezien aan de zijkanten en tussenin uh, spleten, waardoor dat de lucht komt. Ook niet te brede spleten, want dan worden dat van die autobanen en dan gaat de lucht door die autobaan en pakt ze niet de uh, paletspleet. Uh, wat is het probleem dat we regelmatig in de praktijk tegenkomen? Dat is bijvoorbeeld een stapeling die niet hoog genoeg is. Bijvoorbeeld een teler die uh, veranderd is van ploksmateriaal, van kistenmateriaal. Bijvoorbeeld overschakeling van uh, houten kisten naar plastieke kisten. En die plastieke kisten die zijn dan net vijf of tien centimeter hoger, waardoor dat er net ene minder in de frigo kan. En dan moeten ze ene lager stapelen. En dan heb je hierbovenaan heel veel ruimte over. En die ruimte die hierover is, dat is eigenlijk een kortsluitroute voor de verdamping. Dus die verdamper die gaat lucht uitblazen en die gaat achteraan lucht aanzuigen. En die gaat hier beginnen rondcirkelen met de lucht. En die kisten die er onderaan staan, ja, die staan eigenlijk een beetje verloren en die worden weinig gekoeld. Um, was daar een oplossing voor? Heel simpel: um, daar iets hangen. Zodat je die, uh, die kortsluitroute hier. Dat je die kunt afblokken. Dat kan heel simpel zijn. Dat kan gewoon zo'n zeil zijn, waarmee dat ze vrachtwagens uh, aan de zijkant dichtmaken. Dat kan ook aan de zijkant. Als je verdamper nu niet, niet heel breed is, dan kun je ook die zijkanten dichtmaken. Want datzelfde probleem kun je naar de zijkanten hebben dat die zo naar de zijkanten begint uh, rond te draaien. Um, hier is bijvoorbeeld zoiets uitgerekend. Dit is diezelfde koelcel van daar straks met die uh, 120 kisten was het zeker. Bovenaan ziet je uh, een situatie waarbij uh, niks is gedaan. En beneden is uh, een situatie waarbij dat er een flap is gehangen onder die verdamper hier. Dus dat is hier zo. Je ziet het hier een kleintje. Is er een, uh, een klein flapje gehangen, net onder die verdamper, dus tot op die bovenste kisterij? En wat je ziet, is dat dan na een aantal uren koelen, er in deze situatie nog een rode vlek hier onderin hangt, die hotspot waar ik het daar straks over had. Die rode vlek geeft aan dat het tot 0,3 graden Celsius nog is in die witlofwortels. En hier is die rode vlek er niet meer. En zit je al rap aan min 0,3. Dus dat verschil in temperatuur is heel simpel te verhelpen, gewoon door daar een flap te hangen. Die flap dat is niet echt duur. Um, en dat kan dus heel simpel um, dus van zo'n materiaal van um, vrachtwagenzeilen gemaakt worden. Een ander. Een um, situatie die ook nog eens voorkomt in de praktijk, is bijvoorbeeld als je maar een halve frigo vol hebt. Hoe zet je dat dan? En je kunt um, dat op verschillende manieren volsteken. Bijvoorbeeld, twee situaties, allebei evenveel materiaal erin. In deze koelcel staat het allemaal achteraan onder de verdamper gestapeld. Dat is het bovenaanzicht. En in deze koelcel staat het aan ene kant, dus tegen de zijmuur, tot vooraan gestapeld. En is ene helft um, dus niet gevuld hier. Als je dan gaat kijken naar de temperaturen in die twee koelcellen, dan is de stapeling achteraan bijna helemaal koud. Want blauw en uh, paars en donkerblauw, dat zijn koude temperaturen, dat zie je hier. Hè? En Um, de stapeling aan de ene kant, die, um, die heeft nog altijd een hele warme vlek. Dat is ook niet zo vreemd, want die, um, die lucht, ik, kan het hier, ik ga het hier op de volgende laten zien, want dit is een beetje hetzelfde als de vorige. Wat doet die lucht in die stapeling zo aan de ene kant? Die lucht die komt uitgeblazen uit die verdamper. En die gaat een, een toer pakken en eigenlijk helemaal langs de zijkant, langs die stapel, terug naar achter gaan. Rode pijltjes zijn snelle lucht. Paarse pijltjes zijn trage lucht. Dus hier heb je bijna geen luchtverplaatsing, maar hier aan de zijkant, daar heb je uh, stormen. Wat je dus eigenlijk uh, niet wilt. Dus dit is zeer inefficiënt gekoeld. Het idee is van het moet onder de verdamper staan. Zoveel mogelijk onder de verdamper proberen te stapelen. Om te besluiten, energie besparen kunt je doen door um, niet door temperatuur te verhogen, alleen voor de korte bewaring. Als je je isolatie uh, verbetert, dan is het um, effect beperkt voor een um, koelcel die al redelijk goed geïsoleerd is. En um, de ventilatie beperken, dat heeft een uh, groot effect. Maar je moet zien dat de homogeniteit van de temperatuur niet in het gedrang komt. En um, energie-efficiënt gebruiken, dat kunt je dus doen door die stapeling uh, goed te doen, door het gebruik maken van flappen om die kortsluitroutes uh, te beperken. En uh, als het enigszins kan te werken met een volle koelcel, en als het geen volle koelcel is, om dan in ieder geval te stapelen onder de verdamper. Dank u wel.